Hallo. Hoi. Hi Rob. Oh ja, andere mensen weten niet, hè. Ja. Hoe bent u? Nou, wij weten wel. Nou, ik ben Rob Tak. En ik doe vrij veel evenementen in de stad. En dat is hartstikke leuk. Rotterdam is een leuke stad om te werken. En ja, wat wil je allemaal nog meer weten? Wat doet u nog meer besides this? Dit is een evenementengebeuren rondom de opening van de Markthal. We hebben dus een hele maand lang hebben we feestjes gehad. Met open ateliers zijn ze zaterdagenmarkt, figuranten tijdens de dinsdagenmarkt. Soms klassieke muziek, open ateliers voor verschillende thema's van spullen die je op de markt kan kopen. Dus we hebben een naaiatelier gehad voor de stoffen en de furnituren. We hebben een kookatelier gehad voor al het eten wat je hier kan kopen. Dus mensen konden gewoon hun boodschappen komen brengen en hadden ze een kant-en-klare maaltijd. Dan hebben we ook een atelier gehad dat ging speciaal over bloemen, planten en bloemschikken. Dus met een plantendokter, maar ook meiden die dat konden schikken. Dus kon je hier een aantal bosjes kopen voor €2,50 en dan kon je bij ons een mooie boeket van laten maken. En verder heb ik me ook bezig buiten dit Laurens-vertier, want dit is de laatste avond. Hè? Het Laurens-vertier, dus muziek, eten, drinken, dansen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook de siteprogrammering rondom de opening van het station gedaan. Dat is ook erg leuk geweest en dat is allemaal in Rotterdam gebeurt heel erg veel, zeker qua evenementen. En de gemeente die doet daar vrolijk in mee. Het zijn dus niet alleen maar particuliere initiatieven, maar ook gemeentelijke initiatieven. En dat vind ik goed. Dat vind ik prima. Ja, hoe krijg je dat voor elkaar? Voor organiseren van een festival? Of is het is? Ja, dat is... ik doe dat. Ik doe het al een tijdje. Ten eerste moet je natuurlijk een beetje een idee hebben wat je wil gaan doen en waarvoor je het wil gaan doen. Dus je begint eerst met een verhaaltje. Ik bedoel, wat is het verhaaltje? Wat wil ik de mensen vertellen? Nou, in dit geval is het Laurens. Kwartier is natuurlijk een leuke plek. Hier is Rotterdam begonnen. En dan heb je de Markthal. Dat is natuurlijk een mooie kapstok waar je allerlei dingetjes aan kan hangen. En daar hebben we een verhaal voor gemaakt. En dat verhaal dat had als titel De Smaak van de Blaak. Dus dat is dit stuk en dat stuk. Dus dat is eten, dat is drinken. En met een Markthal is natuurlijk helemaal een horen des overvloeds met eten, drinken, fruit enzovoort. Nou, en dan ga je kijken, hoe kan je dat voor elkaar krijgen? Hoe krijg je die mensen hier? Hoe kan je die mensen vertellen dat de markt leuk is, dat de markt al goed is, dat de plek leuk is? Dus vandaar in de vorm van een festivaletje, in de vorm van extra figuratie, aandacht aan de markt, extra aandacht aan de markthal. En dat hebben we dan onderverdeeld in een programma van marktdagenprogramma, dus dat waren de zaterdagen en de dinsdagen. Maar ook niet-marktdagenprogramma. En daar is dit dan een voorbeeld van. Hey, hartstikke bedankt. Fantastisch optreden. Dus je begint met een verhaal. Dan ga je kijken waar, wat en hoe. Dus dan maak je daar een soort van scenario, draaiboek van. En vervolgens ga je het dan implementeren. Dat betekent dat. Groetjes. Ik denk dat je dat eerst moet doen. Wat? Nou... To get in touch with the community. That first, again, that is essential. Yeah, that's not completely true. First, you have to have the story, and then you can tell the story. Mm-hmm. So, we begin. The license for a festival. The license. Yeah. To make it happen. Speakers, music, there's less stages. Yeah. The license to rent to rent from 10 to 10 a.m. Okay, yeah, but it's, yeah, then you have to have discussions with the council, and the council, dus zeg maar de gemeente en de diensten, gemeentelijke diensten met name, ja, dan moet ik gaan praten en dan zeg ik van nou, wij gaan een feestje doen, wij gaan muziek doen, dus daar wil ik dan een vergunning voor. Please, thank you. Ja, nou, dat is allemaal wel geregeld. De meeste as long as possible. Ja, de meeste mensen kan ik goed mee praten. Je hebt te maken met de politie, maar je hebt ook te maken met de stadstoezicht. Je hebt ook te maken met schoonmaak, je hebt ook te maken met de brandweer.
En dan als jij het, ja, als jij het goed regelt, hè, ze hebben natuurlijk een aantal wensen en eisen, dan vinden ze het over het algemeen goed. Maar dan moet je het wel goed regelen. En inmiddels ken ik heel veel mensen en de mensen kennen mij. En die weten donders goed dat als ik iets aanpak, dat ik het goed, veilig en ook schoon doe. Weet je, ik kom op een bepaalde plek en ik laat hem mooier achter als wanneer ik hem gekregen heb. Serious, how do you do that? Nou ja, en cleaner than it was. Ja, en, maar dat. Ja, dat teach me this, hè? Ja, maar dat doe ik. Ik doe het al heel lang. Dus dan. Hoe lang? Oh, 1986 heb ik mijn eerste rekening gestuurd. Dus dat is. Hoe lang geleden? Ja, dat is 30 jaar terug. Dus. En ik heb heel wat gekke dingen gedaan. En jouw collega die weet dat wel, dat ik heel veel gekke dingen heb gedaan. Ja. Maar goed, uiteindelijk, ik vind het leuk om hier te werken. Ik vind het leuk om met mensen te werken. Al die jonge mensen, al die artiesten vind ik leuk. En daar doe ik het natuurlijk ook een beetje voor. Niet alleen maar voor het geld. Uiteraard moet ik mijn huis betalen en moet mijn auto kunnen rijden en ik moet kunnen telefoneren. Maar dat is niet je hoofdmoot. Het is meer dat al die mensen waar ik mee werk en al die mensen die ik werk en geef en al die mensen die... Ja. Dus ja, dat. Ja. Yes, definitely. Enjoy your work, ja. Ja. Oké, daar goes a bus. Oké, maar goed, dan leek het ook dat jullie er waren en nu moet ik gaan helpen opruimen. Oké. Website, oh ja. Ja, nou, als jullie wat willen weten over wat ik doe, ja, mijn naam is Rob Tak en mijn website is www.robtak.nl. Ja, dat is makkelijk toch? Dat kan iedereen onthouden. Maar goed, hey, jullie ook bedankt voor jullie komst. Oké, thank you. Ja, tada.